Iedereen abwok natuurlijk op dit moment. Dat heb je niet veel in bovenop een col, dat er een plateau is voordat je de afdaling kan ingaan. Meestal is het boven in speed naar beneden. Geesink moet nu nog heel even volhouden en dan kan hij gaan duiken. En we duiken echt tot bijna aan de streep. Het is bijna afdalen tot aan de streep, want het is ook maar 8 kilometer niet meer. Als we aan een spoorweg komen, dan zijn we niet zo ver meer van de aankomst, dat herinner ik mij nog. Geesink, nog eens herlanceren. Veel kracht gaat ervan uit van deze man. Dit jaar nog niks gewonnen, maar wel al een bijzonder, bijzonder knap jaar afgewerkt. Altijd en overal waar hij meedoet, doet hij mee voor de prijs. Hier komt Martin bij de Volder, denk ik. Martin komt er aansluiten bij het groepje de Volder. En ook Lagoutin zit daarbij. En dan denk ik dat de man van Saxo Bank, de tijdrijder, is Gustav Erik Larsson. Larsson is dat. Met zijn vieren zal de Volder deugd doen dat hij niet alleen moet knokken tegen de wind. Armstrong nu naar de kop in de afdaling. Ja. Hier kunnen ze uiteindelijk zich laten knallen naar beneden. En de man van Caisse d'Epargne is Uran. Uiteraard Rigoberto Uran, de vierde op 10 seconden. En dan moeten we straks natuurlijk ook eens gaan kijken wie er de leiderstrui gaat overnemen. In principe moet dat Geesink worden. Dat is Geesink, hè. Geesink met nog wat bonificatieseconden erbij. Dat kan een mooie bonus worden straks. Geesink, etappe Maria. De overwinning en de trui nemen. De laatste Nederlandse ritzege hier in de Ronde van Zwitserland. Die dateert ook al van een paar jaar terug. Dan moeten we terug gaan kijken naar Thomas Dekker. Als we het niet verkeerd voor hebben. Zoals je hier kunt zien, een afdaling die toch wel vrij snel is. Niet technisch, niet spectaculair. De bochten niet scherp. Overzicht in de bochten. Geesink die inderdaad Dekker kan opvolgen. Dekker die won hier nog een etappe in 2007. Toen de etappe van Ulrichen boven richting Crans Montana. Een etappe van 95 kilometer toen. Hier Frank Schleck achteraan nog 5 kilometer voor de koploper. En toch maar goed dat de regen volledig weggetrokken is. Het is zelfs wat uitgeklaard beneden. Zoals ons Bart gebriefd is de zon daar beneden aan het schijnen. En dat zal ook wel zijn. En gelukkig voor de renner, want in de afdaling in slecht weer naar beneden heeft toch altijd wel wat zorgwekkend. En zeker met de risico's die erin zitten. Armstrong neemt het initiatief in de afdaling. Hier zijn ze met een man of 7. En de Volder die hangt denk ik ten opzichte van deze groep op een 45 seconden. Zelfs iets meer als dat de gele trui is en dan het verschil. Dat zou dan anderhalve, bijna 1 minuut en 3 kwart zijn. Toch maar afwachten straks wat het aan de aankomst wordt. De weg dat die toch nog lichtjes nat is. Hier en daar een bocht, maar ja, allemaal goed in te schatten. Dat is altijd heel verraderlijk. Het weg dat die nog licht nat is. Vooral in deze bochten, zoals je hier nu ziet. Nu komen we aan de haarspelden. Er zijn er een stuk of 6, 7, ja, die ze nu gaan nemen. In een tijdspan van een kilometer heb je een paar iets ruimere bochten. Daar al een stuk of 2 achter de rug. En dan straks nog een paar. Maar Geesink, die is op weg naar zijn eerste zege van het seizoen. Ongetwijfeld. Dit mag niet meer fout lopen voor hem. De eerste, maar onmiddellijk heel mooi, hè? Nederland boven. Nederland boven. De zwaarste etappe in de Ronde van Zwitserland. Als klimmer altijd mooi. Als je de zwaarste etappe van de ronde kunt winnen. Dat mag je wel zeggen. En waarschijnlijk ook de trui mogen aandoen, hè? We gaan voor de 6e keer aankomen hier in Lapoent na Eric Boyer en Pavel Tonkov. Ook Stefano Garzelli hier al gewonnen. Francesco Casagrande, zoals ik al zei, in 2003. Casagrande die dat jaar 2 overwinningen boekte. En 4 jaar terug dus Coldo Gil. En Gil die uiteindelijk in het eindklassement op korte afstand strandde van de eindwinnaar Jan Ulrich, die voor de 2e keer de Ronde van Zwitserland won. Inderdaad.
Ondertussen ziet hij al Lapont liggen daar in de diepte. En hij zal blij zijn. Hier is er wel nog eentje die als een steen naar beneden gaat. Maar van het type Savoldelli zitten ze er niet tussen. Savoldelli was echt een specialist in het afdalen, heel veel risico's nemen. Maar vooral ook kunnen, dat is vooral de kunst, het kunnen. Naar beneden rijden is een kunst. Dat is een kunst, technische. Er zijn nog renners die heel technisch zijn, maar daarvoor geen specialisten in het dalen. Er zit er nog eentje in het peloton, al is die hier niet aanwezig. En dat is Samuel Sanchez. Ook hij kan als een steen zich naar beneden laten vallen. Hier krijgen we nog enkele korte bochten. Nog een kilometer of twee. Geesink moet nu gewoon recht zien te blijven. Moet uiteraard ook vechten voor elke seconde als hij een gooi zou willen doen naar de eindsteken natuurlijk. Na elke bocht relaxeren, terug dat hoge tempo aanhouden. Minder dan 2 kilometer, daar hangt de boog. Daar hangt de boog en links van u ziet u het mooie Lapont liggen. Aan de in, want die stroomt door het dorp. In het mooie Graubünden. Hier nog een linkse bocht. Voilà. En dan gaat hij aan de laatste kilometer beginnen. We blijven nog altijd dalen. Hij gaat snel binnen zijn. Hij gaat snel binnen zijn. Hij gaat binnenkort hier over de spoor mogen moeten. Nog een gevaar om lek te rijden, want de sporen steken iets hoger uit dan het wegdek. Dat mag hem bespaard blijven, dat lot. Heeft het verdiend? Absoluut, meer dan verdiend. Was de sterkste in de reactie gegaan op Andy Schleck. En dan uiteindelijk erop en erover. Eerst 13 vluchters gehad vandaag. Verbrokkeld op de laatste klim. Zware etappe over 3 Alpenkols. En op de laatste klim de voorwacht van de groep verbrokkeld. De reactie vroeg bij de favorieten. Schleck vooral en die dan de jongste. Deze Geesink die sprong er naartoe, ging erop en erover. Niemand kon mee. Frank Schleck en Oliver Tsauk reageerden nog. Kwamen terug tot op 25 seconden. Maar meer dan dat zat er niet meer in. Geesink die trok door. En kwam boven met een voorsprong van 1 minuut en 10. En gaat hier winnen. Na Col d'Oggi in 2006. Robert Geesink en dik verdiend. Meer dan verdiend en het zal hem vrij goed doen voor het moreel. Vorig jaar toch een mindere Tour had. En nu een volle voorbereiding op de Tour. De zwaarste etappe kunnen winnen in de Tour de Suisse. Goed voor het moreel. Eerste overwinning voor Robert Geesink. En dan kijken wie er gaat meedoen voor de tweede plaats. Ik zie Armstrong zowaar nog meespurten. Kijk eens aan. Dat getuigt weer van de gretigheid bij de Bos. Dat blijft erin zitten, hè. En hij gaat het hier nog halen, denk ik. Gaat hij die tweede plaats nog pakken? Of komt Carrara er nog over? Nee, die hangt aan het wiel. De seconden lopen mee. Het is uiteindelijk Oran die de tweede plaats pakt. 40 seconden. En dan Tsauk. Op 40 seconden. En dan nog wat bonificatieseconden erbij. Hier komt Vugelsang met Andy Schleck en Andreas Kleuden. Net na dat groepje op een dikke minuut. Alles verbrokkeld in de straten van Lapont. En kijk ook eens onderaan. 6 uur en 20 minuten op de fiets gezeten. Lange etappe. Een lange etappe. 6 uur 20 op de fiets is heel lang. Het is nu vooral belangrijk om vrij snel na de aankomst een shake te nemen met koolhydraten om zo snel mogelijk te herstellen. En dan pas een half uur later een broodje of zo of een banaan vast voedsel te nemen. Maar nu onmiddellijk na de aankomst een shake met recuperatiedrank. Hier komt Löfqvist. En een doorwinterde prof geweest te zijn zoals jij was. Klopt het dat je lichaam ook veel sneller koolhydraten
opneemt net na een inspanning dan in vergelijking met een uur erna? Ja, dat is de reden waarom ik zei net, het is niet belangrijk om onmiddellijk, nog voor het douchen, wordt er een shaker aangereikt door de verzorger van dienst aan elke renner en die moet binnen de 5 minuten die shake uitgedronken hebben. Anders heeft hij geen enkel nut meer. Hier komt Leipheimer met Gustav Erik Larsson en de Volder die was daarboven in het gezelschap bij. Heeft hij misschien moeten laten rijden in de afdaling? Daar is hij met Maarten. Daar komt hij, de Volder. Top 20, dat zeker en vast. Toch een goede etappe. Mooie prestatie aan de Volder. We hadden dat niet verwacht, maar toont zich terug in het ooggebergte. Niet echt zijn parcours, maar ik zeg een mooie prestatie van de Volder. Komt binnen op 2.34. Hier ziet u de uitslag van de 6e etappe in de Ronde van Zwitserland. Koningin-etappe. Gesink wint met 29 seconden voor Uran. Dan Morabito, Schleck, Rodriguez ook. Carrara in de top 10. Armstrong uiteindelijk 7e. En wat wij ook gezien hebben, Stijn de Volder nog binnen de top 20. Tony Martin gaat zijn gele trui kwijtspelen aan Robert Gesink. Uiteraard.